zijn gewonnen bij overval op juwelier in Axel. Burgemeesters leiden Efteling om gratis kaartjes, maar niet allemaal. En in het nieuws uit binnen- en buitenland gaat het straks onder meer over Japan. Dat is opnieuw getroffen door een zware aardbeving. Het weer in Zeeland met vanavond wolkenvelden die geleidelijk oplossen. En vannacht wordt het verder vrij helder. De wind neemt af en er ontstaan een paar mistbanken.